leuke van deze open studio dagen is dat je ook in studio's komt van programma's. Wat denk je van de reunie? Ik vind dit soort dagen fantastisch. Ze vragen elk jaar weer, wil je meedoen? Zeg ik ja, want normaal zie ik het publiek natuurlijk helemaal niet. En nu vind ik het wel, dan kan ik gewoon echt contact maken met de mensen die naar ons journaal kijken. En dat vind ik hartstikke leuk. En ze zijn allemaal zo enthousiast. Ik werk hier al 8 jaar op Mediapark, dus weet ze alle ins en outs ook. En dan kan ik dan met de mensen delen, dat vind ik leuk. Ja, en het is super druk, heel gezellig. Gezellige drukte. Dat is het. Het is vooral heel erg gezellig. Zetvoort is natuurlijk een vrij populair programma. Bommetje ook, dus dat is, het is leuk als kinderen hier zijn en dat ze het leuk vinden, toch? En het is ook een leuke dag en we laten ze hier een beetje presenteren. Ja. We gaan met ze op de foto, dus ik vind het hartstikke leuk. Nee, ik moet ook zeggen, ik ben een fan van radio-uitzendingen met publiek. Dat is altijd leuk. Het is altijd interactie en radio is een medium waar ik echt, dat heeft wel wat. Nou, ik vind het heel leuk omdat wij het zelf ook eens een keer van een andere kant zien. Want je ziet dan nu, kijk, het zijn ook mensen die bij andere omroepen zijn wezen kijken. Dus je weet niet precies of het normaal ook ons publiek is. Maar je ziet dat het heel divers is. Dus echt van heel jong tot heel oud. Van voetbalfans tot mensen die zeggen, wij zijn fan van het programma al jaren. We vinden de tune zo mooi, want het is natuurlijk ook al meer dan 50 graden hetzelfde en zo. Dus ook voor ons is het wel heel bijzonder om te zien. En wij zien ook nog zelfs een andere kant van het vak. Want een paar van de commentatoren hebben zelf een cameraatje meegenomen. Dus wij zien nu eindelijk een keer hoe zij erbij zitten als wij ze horen. Het is natuurlijk eigenlijk heel anoniem werk. Want je zit in een studio doorgaans zonder dat je contact hebt met de luisteraars. We hebben wel eens vermoedens dat de mensen het leuk vinden. Maar hier krijg je het wel eens te horen. Ik ben groot fan van het programma. En dat is natuurlijk leuk. Ook omdat radio in vergelijking met televisie wat mij betreft een veel mooier medium is. Ja, al met al een hele leuke middag. We doen het elk jaar een keertje. Ik kan mij voorstellen dat het heel dankbaar is om dit te mogen doen. Opsporing Verzocht is natuurlijk een soort instituut op de Nederlandse televisie. Het werkt nog steeds. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Er kijken natuurlijk heel veel mensen. Maar het allerbelangrijkste is dat we ook nog steeds misdrijven oplossen. En goed, ik ben maar een heel klein stukje van het geheel. Maar juist het geheel wat mensen zien. Dus dat is heel mooi om daarbij te zijn. Het is ook heel leuk om vandaag allemaal mensen te horen. Oh, kijk, elke dinsdag naar jullie. Is echt heel mooi. Ja, maar er zijn veel reacties hier. Net al eventjes een innige omhelzing. Hoe leuk is dat om hier te staan? Nou, het is echt... Ik vind het heel dankbaar en het helpt ook bij het presenteren. Als je in een camera kijkt, dan zie je een cameraman daarachter staan. Maar voor de rest is het gewoon een zwart plastic ding met wat glas ervoor. En ik probeer me bij het presenteren altijd wel voor te stellen dat ik tegen iemand praat. Maar dat is dan heel vaak, ik neem heel vaak mijn moeder of een tante of zo. Echt een soort een doorsnee iemand die helemaal niet met criminaliteit te maken heeft. En door al deze mensen nu vandaag te zien, kan ik me echt voorstellen dat zij zitten te kijken. Dus ik vind dat helpt heel erg. Nou ja, er staan heel veel mensen te wachten die heel graag met je op de foto willen. Dus ik ga laat je gauw gaan. Jullie veel plezier. Leuk dat jullie langs kwamen. Succes met jullie programma. Goed.